Thijs lacht nu wel, maar stiekem is hij heel kei verdrietig van me en wil graag door. Jij moet heel verdrietig. Deze game is zo fucking lelijk. Matthijs, kun jij niet één keer je fucking bek houden? Ja, Matthijs, hè? Tegen mijn hoofd, hè? Meteringhoofd. Ja, Matthijs, meteringhoofd. Bak zou je. Hier, vol gilly. We denken daarvan. Hey. Wauw, Matthijs en Mike, die krijgt helemaal. Ja, nou krijgen jullie, hè? We moeten de motor in de hand pakken. Oh, ja. Ik ga denken. Ik ga voor die gilly. Wacht. Nee. Wat dan even met mijn 50 BMG? Thijs, gewoon even je kalo samen. Army. USA Army. Wat de fuck zei je? Kunnen jullie allebei even keer weghalen? Nee, kalo of met name. Ja, allebei. Allebei kalo. Allebei kalo bij je. En 4 staat er niet meer bij, godverdomme. Tyfus. En 4. Haha. 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 Downloaden met die mold is 41 cent. Ja, dat duurt lang, dat weten we. Ja, jezus, ik moet daar echt gaan. Ja, jezus, bak zouden. Ja, Matthijs, smalen. Je nou je cool bent zo. Ja, denk je dat je cool bent. Jij bent heel boos, yes, yo. Oh, hebben we nou dat daar, hè? Komt allemaal door Jesse dat hij dat we. Ja, we hebben ze de hele dag op jou zitten wachten, man. Ja, man. Daarom kon hij niet spelen, de yo Jesse. Ja, maar dat is gewoon, godverdomme, ik zat gewoon kut, ja? Slaat de kut! Verslaat de kut. Kut, ja. Oh ja, wie zat er in het filmpje van te kijken? Ja, dat zei ik ook al. Dat is helemaal niet waar. Dat was, weet je welke jij die ene spel? Geen Gentia. Dat noemen ze Grand Theft Minecraft. Ja, maar Matthijs is allemaal, Matthijs is allemaal wel grappig te doen, maar ondertussen zit jij nog niet in de server. Get wrecked. Ja, want 4 keer je invite. Ja, maar hij moet shit downloaden. Ja, daarom. En het is 50%. Ja, ik kan wel uitnodigen. Oh, Matthijs, je moet over 4 minuten al gaan. Ja, daar zei ik net. Ah, is jouw schuld. Nee, yes, en dat is jouw schuld. Fuck, kut, GTA. Ja. Thijs, jouw schuld. Stap in deze in. Kijk eens boven ons. Oh, ik dacht dat ding eens was. Of je moet vaker ze mag blijven eten. Ja, blijf lekker eten, Matthijs. Ja, ik ga het vragen. kijk hoe die gast deed in die Chanoe. Ja, ik hoop de echt dat je mag eten. Zullen we hier aan de kust en dan een stukje lopen naar... Is goed. Dichtbij zijn de stad? Ja. Oké. Zoals met Airplugs is het tegen nog steeds tegen, maar... Ja. Moet je erachter schrijven PLS. ALS. PLS. Plus. Moet je heel lief doen. Niet? Ik heb vaak dat nog iets van. Kijk, zie je dat monitortje voor je? Nee, wacht even. Zoiets. Ja. Dit is een domme. Oké, ik heb een kogel. Oh, schiet, hè? Oh, wow. Ik heb een kogel. Daa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 a
Dat is eigenlijk ook please. Dat vinden, allemaal, dat vinden moeders altijd leuk om te horen. Alsjeblieft. Ja, zodat je... Please. 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 Moet je niet heel wachten op Matthijs? Ja. Hoe wil Matthijs hier naartoe komen? Niet. Nou ja, als we gaan, waarschijnlijk ook dood. En dan komen we het...
I'm gonna name these kudos on that lady for them. Yes, 100%. Jesus. Man, het klonk net zo hard als de helikopter, dus. Ja. Echt. Mooi. En we hebben oorlog met de koptelefoon. Nou, als we in de koptelefoon zitten, moeten we zo praten, want zo horen die dingen in de helikopter ook. Nee, dat hoeft niet, want je hebt dingen, weet het. Hoeveel FPS heb jij, Jesse? 45. Ik heb nou 70, want ik speel op low. Low? Yep. Ik speel op normal. Ik speel gewoon op low. Want ik wil ultra. Ik wil meer FPS hebben. En er zijn tutorials hoe je, als je de game aanpast, dat je hem precies zo kan aanpassen dat hij gewoon het goed doet. Wat voor welke generatie dingen heb je eigenlijk? Wat? i7. 4400 nog wel. Oh. Mama, regen maar even. Mama zegt goed. In een WhatsApp groep van familie. Oké. Dus je mag eten. Oké, maar mag van mama. Blijf staan. The fuck? Holy shit. The fuck doe je? Ik deed niks. Ik loop met mijn gun hier. We zijn wel een enemy territorium dan. Ja, nee. Bijna. Ja. Wacht. Ja, maar. Ik ben als sniper, dus ik moet in een hoge berg. Ja, we zijn er nog niet, hè? Nee, maar wel in de buurt. Probeer zo. Ja, jij moet mij coveren. Hier is niet zo heel veel plekken waar ik kan zitten. Ja, 83%, 1,5, 6, 7, 8, 9. Ja, je moet gewoon even opschieten, godverdomme. 84,3. Yes, gewoon even rap opschieten, ja. Ik weet niks, maar ik kon niet aan doen. Als je werkt met huis. Ja, met huis. Gewoon ik ben een sniper, ik moet concentratie hebben. Ja, in jouw lelijke hoofd. Ik ben niet honger. Ja. Okay. Ja, we zijn er al. Oké, okay, nou ga ik oppassen. Of en hun territorium. Ja, Jesse, kom naar beneden. Als de doggo, mijn hond. Fuck, bij mij. Waar? Heel veel. Waar? Je ziet mij toch? Ik loop naar je toe nu. Ja, wij hebben geen kompas, dus ik kan niet zeggen waar je bent. Hebben we wel, maar ik weet de knop daarvan niet. Wacht, op de map kun je dat zien. Nee, bij mij ziet het. Oh, je wordt kicked from the game, of the game. Nou, oh, lekker, ik ook. Oh, tering. Ik wil je vragen over eten, tot zo. En hij laat ons weer achter. Ja. Dank je, Jesse. Hoe schrijf je please? Ja, boeien. Please. Mag dat, mama? We gaan maar heel lief praten. Nee. Hè? Hier staat die profielfoto van jullie pap. Zijn we dikke Nee, wacht. Hier. Je hoofd.
Was hij klaar? Geen idee. Nee! Hey, de man zegt. Hij is klaar. Oh, close. Mooi. Oké, wel meteen. Dus ik kan nog. Ja. Nu. Ja. We kunnen gewoon zeggen, ja, het is wel een groot diner. Ga me thuis. Hé? Hallo. Wat is er? Het is normaal, man. Ga me thuis. Ja, ik ben hard. Wacht. Ik ben de best hard, denk ik. Nou. Zou best kunnen. Gaat die server weer aan? Weet niet. Man, Matthijs heeft eindelijk gedaan, dat is een fijne server. Ja, Matthijs was eindelijk klaar met downloaden. Ja. Session closed, nog steeds niet open. Nou. Zijn we mee op het mod? Nee, dat kan niet. Loop mod doen, of? Wat, hoezo? Ja, doe maar. Doe je shit. Load. Ja. Yo, maar ik heb serieus... Mij niet... doet hij het weg. Mij niet. Doe dat opnieuw. Zoeken. Stop. Fuck off! Wacht, ik ga gewoon Jesse volgen. Ja, oké, ik heb de server gefavored, dus ik heb de server. Ja, hij doet het. Matthijs is helemaal blij. Ja. Matthijs, die. Hey, dit klinkt echt heel professioneel, weet je wel. Sorry, ik ben een beetje blij. Maar weet je, hoe vinden jullie dit klinken? Hij is gecrashed. Kut game. Ja, duurt. Jesse, weet jij er iets van? Van want wat? Hij zegt weer CC client dat hij weer raar doet bij Matthijs. Hm? Waarom? Oh ja, want Matthijs die start het op via Arma. En dat moet niet. Dus dat ligt helemaal aan zichzelf. Sorry. Matthijs, je bent slim. Ja. Ik ben heel slim. Wacht, misschien kan Matthijs nog marksman worden en dingen. Nee, ik bedoel Combat Lifesaver. Nee. Waarom pakt iedereen Combat Lifesaver? Dat is flikkers zijn. Vieze kut taco. We willen niet meer jou spelen, vieze mof. Ja, ik wil Combatic zijn, dan kan ik hier reviven of zo. Nee, Matthijs, dan ga jij je stoer voelen. Dus dat mag niet. Daarom ja, doet die taco daar. Ik ben veel te stoer, ja, dat weet ik. Is niet waar, want je kunt geen hond redden. Dat is het probleem. Thijs, denk je nou echt dat jij een 50 BMG aan kan? Echt niet. Nee. Ja. Nee, weet niet trouwens. Nee, dat kan je niet. Had jij nog Apex, Sen? Ik heb Apex, ja. Dat is een campaign bij je, die we kunnen doen. Is goed. Ja, Matthijs, dat kun je niet doen. Ja, Rip. Ja, Matthijs. Kom, Jesse, dat gaan we doen. Ja. Dat is echt lastig, daarom zeg ik ook eens makkelijk. Jesse, stuur me even nog een wacht, of niet trouwens, wacht even. Dat gaan we dus even mooi niet doen. Even lekker niet doen, goh. Nou, Jesse, je moet even wachten dan op Matthijs. Ik ga eventjes een paar rondjes vliegen alvast met is goed. Een vliegtuig niet vliegen. Oeh, Matthijs is gestoken! Kusje erop! Kusje erop! Wauw, ik heb serieus geen ene fucking backpack waar een fucking 50 BMG mag in kan. The fuck game. Yes, stuur me even in de bar. Dude, join zelf like it. Oh, lekker, ik was vergeten dat. Ja, daar heb je nog een optie voor. Dit. Nee! Als je. Meeschrijft. Als je vindt weg, Matthijs, Jezus. Sorry. Je mag niet meespelen, maar ik had toch een kutding toegestuurd en die accepteert die code Ctrl C. Was je doodgegaan, Jesse? Nope, ik ben
Ik ben een beetje, ja. Ik ben nog een beetje aan het leren hoe alles goed gaat. Nee, the fuck nee! Nee, echt, het gaat echt heel slecht. Nee, dit gaat echt niet goed, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed! Oeh, oh, kut! Nee, 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 oeh! Ik ben echt zonder, Wacht, ik ga kijken wat dit aan het doen is. Ik vlieg, waar ben jij? Ik reed bijna van de rand af met mijn... Oh, ik zie je, wacht, ben jij daar in dat vliegtuig? Ja, in die Warthog. Cool. Hey, ik deed zeg maar daar bijna van die bergen op. Dit ding is echt, ziet er echt op pay uit. Is het ook. En daar is wel nu even. Ja, ik heb heel vaker mee gevlogen, maar het is wel. Ja, ja bijna. Ik zat een Battlefield 4 te komen. Ja, en Battlefield 4 heb ik interviewd, dat is een stom spel. Battlefield 1, jongen, dat is live. Battlefield 1 is wel vet, ja. Dat is wel vet. Hoeveel mags heb ik? 3. Man, daar kan ik toch niet van leven. Daar ga ik dood van. Ik kan zo niet, joh. Hoezo niet? Oh, wacht, ik kan misschien... Ja, kun je even Matthijs helpen, Jesse? Waarom doen? Ja, hij zegt bij die al die error dingen, net zoals dit bij mij. Oh, godverdomme Matthijs. Wacht. Ja, Jezus! Zond die server dan nou net? Dan mis je dus een paar mods. Sam, kijk! Die mods heb ik nou al net geïnstalleerd, dus. Ja, eens kijken wat je mist. Oh ja, sorry, ik keek niet. Ik was Ben met Thijs aan het houden. Kijk daar. Zie maar wat hij nou doet. Wacht. Oh, waar moet ik naartoe kijken? Zie je mij overvliegen? Nee. Nee? Ja. Woe! Ja. Ah, showen! Hij gaat showen, ja. Ja. Ja, is toen doen ze. Mooi ding. Die je zelf niet kan betalen. Zo vast een paar. 100 miljoen kosten. CCG client. Hoezo? CXL is toch de mol? Ja, Jesse, kun jij hem even helpen? Oké. Ik ga even proberen te landen, dus... Ik schoot naar Jesse toe. Ja, ik voel al zoiets. Ik voel zo knal. Ik voel zo bam. Ik deed gewoon... 400 km per uur, dus... Ik deed gewoon noos te kopen. Dat was raak, hoor. Echt? Mij. Ja. Jammer. Kijk, als ik dit nou ga verneuken, dan ben ik echt een lul. Want... Nou, ik heb nog 3 mags, dus... Oh, hey, kut, ik hallo. Zit er veel te ver vanaf. Oh, yes, ik ga het crashen. Maar nee. Nee hoor, ik weet wat ik doe. Ja, is dat zo. Ik ben die experience flighter, jij weet. Als Giddy gaan, dat is eigenlijk helemaal niet slim, want jij kunt geen rugzak op. Kan je me helpen? Nee, dat kan ik niet. Ja, Jesse, ga crashland even. Crashland. Nee, kom op, land, tering honden, tyfus. Ja, we zien op Lidl. Oh, kut! Oh, de kist zijn afgebroken! Nice. Ik zou zeggen, vlieg rond. Spring er net uit, boven ons, en ja. Kerst jezelf helemaal en dan. Ja, lekker. Je kan ook moeilijk met 100 km per uur lopen. Vrijen, vliegen. Als ik sneller ga als 100 km per uur, dan rem ik. Ik hou mijn rem in, maar je wil gewoon niet landen. Hey. Okay. Oh! Kijk hoe lang. Jij hebt de andere ook kapot gemaakt. Ja,
Dan moet je in het echt maar even doen. Kaboom. Een paar miljoen weg. Ja, ik denk dat het best wel... Ik vloog ook helemaal door, ook nog. Ja, jets vliegen, dat kan ik gewoon niet. Dat moet ik echt nog onder de knie gaan krijgen, dus... Daarom gebruik ik ook die grote daarachter. Wacht, wat moet ik doen? Even Matthijs helpen. Geef mij zijn teamviewer eens. Hoe heet die echo die je krijgt? CCG client en Excel. Reden. Ja, daar had ik ook. Dan moet je Excel even uitzetten. Dan moet je eventjes... Ja, dat fix ik wel even. Dat fix ik wel even, Piek. Ja, Piek? Waar begin je als die mogol bij ons in de klas zit? Die nieuw. Ja, die Marokkaan. Ik vind hem een beetje irritant soms. Ik vind hem een heel klein beetje fucking irritant. Ja. Helemaal van mij dood. Hij zat in een taxi, ik ga voorin zitten, niet voor niks, en dan gaat hij met zijn kut over voorin. Oh, oh, absoluut. Oh, wow. Hacker alert, hacker alert. Yo, ik heb... I'm ready to play. Wat doe je op Steam? Ja, wat doe je op Steam? Zal ik er even verwijderen, hè? Nee, ik ga het echt doen. Jawel, natuurlijk, doe. Oh, wacht. Yes. Die mod die je arrow van kreeg. Ja, CCG en Excel. Het is allemaal niet aan. Verder zou je niet echt arrows moeten krijgen. Maar dat probleem heb ik niet. Dat begrijp ik dan weer niet. Wat is eigenlijk mooier? Dit? Laat gewoon of dit? Ik verhoor zelf met deze headset wel heel erg veel verschil. Dit klinkt veel professioneler. Maar dit is beter. Ja, oké. Okay, ja, dat wordt een klein beetje getemd. Maar ja, wel dan beter. Jij ja, zit geen porno opzetten. Nee. Sorry, ja, sorry, is te laat. Ja, waarom Thijs, waarom stuur je naar mij dat mijn moeder gay is? Thijs, the fuck? Ja, the fuck. Wat? Waarom stuur je dat mijn moeder gay is? Ik stuur helemaal niks. Thijs, doe normaal. Oh, Thijs. Dat kan ik echt niet maken, hoor. Deze man die gaat eigenlijk jouw eten maken, hè? Die vergiftigt jou dadelijk gewoon. Ja. Ik ben met de schuld. Aan wie anders? Jij zit eens hier op de laptop. Onbeschoft. Ja, kun je niet maken. Ja, echt niet. Ja, dat kun je echt niet doen, Matthijs. Dat is gewoon Nico. Hey, squad leader. Hey. Kom je ook hier even chillen? Moet je gewoon even lekker zitten, weet je? Ja, ik ook. Even gewoon even lekker liggen. Wacht, ik kom ook. Ja, hier, heel chillen. Ja. Zo, op deze snelheid de hele map overgaan. Dan kun je echt zelf mop leggen als je dat doet. Weet, iemand heeft de hele map van Arma overgegaan in deze snelheid. Zo, of nou, hoe jij laatst liep, zo langzaam. Oh niet ja. Niet eens zo, hè, zo langzaam. Dat is Ctrl C, als je dat ja. Zo, ja. Doet. Zo liep hij, de hele map land, de grootste. Yeah. En Matthijs, wat doet hij? Oh, hij is weer een error. Thijs, jongen. Hij zegt dat hij mod not found. Welke mod not found? Ja, weet niet. Waar? Doe eens via A3 launcher nou. Doe eens via A3 launcher nou. Moet ik daar blijven? Ja, daar blijven. Ja, godverdomme. Is dat een kutkind? Dat is een hond. Ja, mijn zusje is ook heel vervelend te horen. Soms. Nou, die van mij moet je echt niet soms zeggen. Dan lieg je. Altijd. Ja, Matthijs ziet die kutserver, weet niet. Matthijs, jongen, jou lukt ook echt helemaal niks. Ja! Ja, maar hij is er op gefavored en toch ziet hij hem niet. Oh, Tony stuurt me iets. Wat? Ja, zeg even dat hij zijn bak sticht houdt. Ja, bak zo. Bak zo, flikker. Ah nee, hij heeft mijn server. Shit. Hij heeft dan mijn... kicken we hem. Of dan gaan we hem gewoon de hele tijd killen. Oh, sorry. Oh, ja. Kun jij echt niet joinen?
Iedereen die wil mij de hele tijd joinen, dat is zo irritant. Laat mij toch gewoon mijn ding doen. Er zijn maar twee mensen die vroegen, mag ik meedoen? En eentje die luistert, allebei reageer ik niet. Bij de tweede zeg ik gewoon, die andere die gaat gewoon dadelijk meezoenen. Maar ik doe geen Excel, dus dat is net pech. Nee, weet toch niet goed hoe de mods werken, dus. Het werkt bij hem echt niet, hij ziet hem niet. Nou, zijn we weer 10 viewer aan. Jongen. Jongen, jongen. Met jouw schot, jongen. Stap doen, jongen. Jongen. We zijn zo ver in de technologie. En gewoon... Mods, dat kan niet automatisch. Ja. Dan ga ik gewoon rondrijden. Ja, in mijn bike. Nee, ik ga proberen helikopter te vliegen. Daar zit hij er weer in. Dan ga je in de Discord. Ga je beeg opzoeken. Nee. Wat? Niks hoor. Nee, dat is mijn laptop, hè? Hij is een laptop. Oh, dan moet je gewoon even tussen mijn geschiedenis gaan. En nu is hij. Oké, wat? Hoe heet een insurgency? Hij hebt hem er niet bij staan. Wauw, ik kan alleen in die helikopters gaan met Gunner. Take control. Matthijs, wat in die was het toch? Ja, 1. Jij gaat gewoon joinen. Ik wil gewoon joinen. Nee, jij gaat gewoon joinen. Ik wil gewoon facecammen. Dat mag jij niet. Nee, dat is Matthijs, dat mag jij niet. Ja, je weet toch wel, als je bij mij erin gaat, dat je gewoon eigenlijk doodgaat. Ja, ik hoor jou heel erg dubbel. Oké, niks te doen. Oeh. Oeh. Ik ga nu even vliegen. Kijk maar of je het doet. Oeh. Nee, jij hebt controle genomen, vieze kut. Jij hebt controle genomen. Nee. Zit jij nou in de helikopter daar? Oh shit. Oh kut, kijk uit. Oeh. Dat was gelukkig hoor. Iemand ging in mijn helikopter en die nam over. Ziet je nou naar mij toe? Nee. Hij doet het. Hij doet het. Er zit bij mij iemand in de helikopter, hè? Omdat het bij jou zo koud lang duurt, doe maar gewoon. Yeah. Hey, er zit iemand bij mij in een helikopter, wat zou ik doen? Sorry, I am not very go dat gaan. Oh, ik deed net een barrel roll. Ik ga wel in de. Zit je er onderhand al in, Thijs? Oké, maar gewoon je standaard kit. Ik ga niet meer wachten op jou. Ik ben klaar met jou. Helemaal klaar. Ja. Ik wil niet goed vinden. Fuck you. Zou ik dan. Auto-rifle, man. Kijk, yes, ja, zie je mij? Nee, hij heeft weer controle genomen, jongen. Ja, ik zie jou daar vliegen, ja. Nee, dat ben ik niet. Jij bent toch de dingen die daar in die... Oh nee, dat ben jij niet. Waarom kan ik niet ejecten? Dat is gewoon eerder als een auto-rifle. Taco, wat ben jij? Ik ben daar auto-rifle, man. Maar Taco, ik kan geen command lifesaving worden. Dat is Taco. Ja, dat weet ik. Join. Ja, ik ben ook Join. Waar ben je dan? Ja, hij is gewoon later. Je zit Taco dan maar bij een fucking helikopter. Ja, Taco zat bij jou in een helikopter, zag ik al, ja. Ja, ik ben eruit gegaan. Fuck hem. Hij nam mijn helikopter over. Yo, ja. Kijk eens hier, jongen. Waar blijf jij? Ja, hij is gewoon later. Jongen. Waarom Jesse? Waarom? Ik was rondjes aan het rijden, jij loopt Why? Om een cirkel heen. Why? Why you have to be mad? It's only a game. Het ziet er echt niet uit. Ja, ik hoor al geluid. Yes, ik ben er, yes, ik ben er. Kom op, ga hem dood.
Matthijs, nee, doe even je kit. Doe even je kit. Die schiet op mensen al, dan word je geband. Echt zo? Doe even je kit, Matthijs. Doe even je kit. Je hebt al een kit dan. Nee, gewoon even een kit maken of zo. Nou, ik zou. Nee, pak gewoon. Laat gewoon bij deze. Nee, hij moet wapens kiezen, want dat ding is shit. Ja. Nee, niet doen, Jesse. Dan spat ik daar een helikopter en dan neem ik je mee. Ja, gewoon door de lucht en midden in de oceaan drop. Ja. Schiet op. Ja, laat hem even. Ik maak mijn vliegtuig wel even klaar. Ik maak het vliegtuig wel even klaar. Is goed. Als we dadelijk gaan vertrekken. Maar als ik zeg vliegtuig, dan bedoel ik echt een vliegtuig. Welke? Hij zou zien. Ik kan me in ieder geval even klaarmaken. Gewoon die eerste. Oh. Kijk, grotere vliegtuigen is makkelijker, vind ik zelf. Kleiner is lastiger. Ga je een soort van Titan? Weet het? Weet je die nou? Hercules. Zo heet die. Klik eens, jongen. Ziet je dik? Kom maar, ik geef je hier. Jezus. Noob. Ja, maar dat ding doet ook al. Oh, ik zie Jesse daar in de achtergrond met een vliegtuig aankomen. Ja. Vliegtuig is een vliegtuig bij mij, ja. Waar zou deze auto achterin kunnen? Jesse. Probeer maar. Lekker hond zit hier met een helikopter te kloten. Oh, daar is die taco weer. Zit hij in zijn vliegtuig? hij beseft dat ik niet meer in zijn vliegtuig zat. Kom weg, taco, we zijn niet meer jouw vriend. Oprotten. Zoek je eigen vrienden. Ik zit op mijn thuis, vliegtuig uit. Waar ben je dan? Was jij al klaar? Ja. Oké. Okay. Alleen het andere, de laatste andere airport zit nu eigenlijk midden in een... Schiet eens op, man. Kies een wapen. Fuck jouw kleding. Kies een fucking wapen. Wat is het desbelangrijkste nou even? Jouw kleding boeit niet. Ja, Matthijs. Ze is allemaal down to wacht, doen. Nee, wacht, wacht. Matthijs, hier. Ga er eens even uit. On the fuck. Nee, what the fuck? Ik geef Matthijs wel een loadout voor mij. Jongen, what the fuck is dit? Wat wil je hebben? Het gaat de hele tijd automatisch aan. Dat is echt super dom. Wil jij dit? Dat zien. Maar hier zit geen max in, what the fuck? Hier zit geen ammo in voor jouw voor de wapen. Nee. Waar zit die dan allemaal in voor troep? Hier zit wel allemaal max in. Maar je kunt niet reloaden, what the fuck. Kut, nee. Oeh. Als ik weg ben ik weg ga, pik. Ja, maar ik geef Matthijs gewoon een loadout van mij. Oké. Okay. Waarom zit hier explosief in? Kapot veel explosieven. Dat komt door mij, denk ik. Ik had hier ja, Matthijs. Ga je een inventaris... Nee, niet oppakken, hè. Van de... Oké. Okay. Hier, ga in de inventory van deze auto. Pak even die kleding. Wacht, nog niet. Nou, wacht. Nog niet doen. Nog niet doen. Ik geef jou even ammo voor de wapen. Dan krijg je een wapen met suppressor. Dat is wel kut, maar dat is niet mijn probleem. Suppressor? Ik weet niet eens wat voor ammo in hierin moet in de wapen. Dat geeft hij niet eens aan. Ik geef je wel gewoon iets anders dan. Een 4A1. Oké, okay, ik heb de ammo ervoor. Ik geef je kapot veel ammo. Maar dit is voor een Glock. Waarom... Hé? Hé? The fuck? Ja, is 3 max ook gewoon goed? Hij zal het er maar mee moeten doen. Ja, je moet het er maar mee doen. Pak de kleding uit deze auto.
kom op, vliegtuig. Gewoon een rechtermuisknop. Gewoon een rechtermuisknop. Kom op, er zijn meerdere vliegtuigen die bij de coast landen en opstarten. Kom, schiet op. Schiet op. Komt nou dadelijk iemand naar mijn vliegtuig toe? Ik ga dit in de inventory en dan ga ik... Dijs, schiet op! Zo'n hulpje, ja. Oh, fuck. Schiet eens op, Matthijs. Echt. Ik ga in de inventory. Wacht, ik heb het samen, maar... Kom op, we moeten nou echt gaan, ik meen het. Ja, vertrek anders even, vlieg maar anders even, want dit gaat nog wel even duren. Ja, who gives a shit? Even wachten. Er wil iemand opstijgen, maar dat gaat niet als het zo lang duurt. Oké, loop maar gewoon naar mij toe. Ja. Anders blijft mij thuis maar achter. Heb jij je kleding? Ja, probeer het niet, hè. Dan ga je niet lukken. Yes, er zat iemand naast jou. Dat weet ik, dat is een irritant kind, stalker. Ik luister super hard, dat bedoel ik bijna niet. Dat gaat hem niet lukken, wat de fuck doet hij? Wat? Ik mag er niet eens in. Jawel. Kijk, achterkant. Achterkant. In de ruimte. Achterkant. Nee, dat kan daar. Ga aan de achterkant van de vliegtuig. Zit je erin? Ja. Allebei? Ja. Oké, dan gaan we. Ja, dan moet je. Ja, dan wil ik kind ook komen, daar heb ik geen zin in. Doei. Kom op, volle kracht. Moet je dadelijk er even uitzetten. Oh, what the hell? Hebben jullie die ook? Ja. Yeah. Oh, fuck off. Net als we gaan vertrekken, hè. De server komt volgens mij constant te dealen. Oké, doe maar aan boord, want ik vind hem. Dan moeten we wel eens gebeuren. Tiefzooi! Disconnect. Je moet ook disconnecten, anders lukt het niet. Oh nee, dan heeft Matthijs zijn loadout niet gesaved. Oh, Matthijs! Ja, dan jammer dan. Dan pak je maar dit. Wat hij nou heeft als je daar gespant. Ja, Matthijs, je doet er echt veel te lang over. Oh, dat gaat zo hard. Oké. Hoe heet de server? Insurgency, je staat bij je favorieten. Ik heb hem. Moet ik er ook uit? Ja. Ja, dat zei ik ook maar twee keer gezet. K en Blue voor. Oh, nu zit niemand erin volgens mij. Nou kun je dus... Helemaal de onderste squad, oké? Alpha 1-5. Nou, ik ga nou joinen. Hoor ik Rieken, Paramedic en Crewleader. Of nee, de Alpha 4, de ene onderste squadleader. Oké, één van jullie wordt... Ik wil weer Marksman dan. Multiplayer, server browsing. Nou, als jij je loadout niet hebt, dan moeten we echt. Ja, nou zit die andere flikker er natuurlijk ook. Wacht, ga naar Alpha 1. Daar zit. Wacht, daar word ik wel even. Nee, ga bij mij in. Ik zit al. Ik heb nee, maar hij is al combat lifesaver. Fucking irritant. Wie? Ja, die andere jongens die erbij is gekomen. Ik ben nou even combat lifesaver. Nee, ik kan niet. Ik ga niet opnieuw joinen, echt niet. Ja, dan hebben we geen medic. Ja, hij is een medic. Hij kent mij. Maar hij is een stalker. Ja, dus hem wil ik niet in het team. Wat moet het worden? Daar, zodra ik meteen als ik verander. Ik verander. Ja, go. Nou, ik en Matthijs in een squad. Hij is nou de combat lifesaver. Kom gewoon even bij ons in de squad. Oh, dan, ja, oké, okay, trouwens, dat kan wel eventjes, trouwens. Zoveel moeite is dat niet. Hey, hoe heet hij?
Alpha 1-3. Dan word ik weer de squadleader! Als die huil! Als ik langskom lopen we dan, dement ik gewoon dat jullie handjes ongeveer 45 graden lucht insteken. Ik weet niet hoe wij dit doen. Ik weet wel hoe je doet salute, dat wel. Ja, nou heb ik het niet de salute waar jij nou aan denkt. Dan heb ik het over die uit 1945 die ze in Duitsland. Ja, de Duitse salute. Ja. Zie. Hai. Nee, Matthijs, ja, je spaart weer met een. Nou. Heb ik mijn loadout? Yes. Oké, Load. Zijn schiet op. Matthijs schiet op. Gaan we even lekker. Heerlijk. En ik heb namelijk een best wel cool idee. Ja, wil je eruit springen? Nee. Fuck dat. Dat is het grote vliegtuig. Doe het maar gewoon even met die loadout. Ziet op. Bruid. Jongen. Want die Brian die komt de hele tijd gewoon. Hij is heel irritant. Hoeveel ammo heb je? Kruid. Escape, je hebt 5 max. Goed genoeg voor nou. Kom. Niet meer aanrijden. Eentje mag opstappen. Eentje mag opstappen. Ik val er wel een andere. Ik val er wel. Schooldeal. Matthijs, schooldeal. En dan enter je vehicle. Ja, weet ik. Oké. Kijk hoe het vasthoudt. Dat is best wel uit. Als je shift in houdt, ga je trouwens sneller, hè? Hercules. En ik rij over een konijn heen. Lekker. Kijk, ik ga achterin zitten, dat is fijner voor jullie. Auto meenemen of niet? Probeer die eens achterin te zetten. Jullie dingen is. Oh, een tank. Kijk achterin, hè. Nou, ik kan er niet in lopen. Ja, dan moet je school wil. Maar probeer eens iets erin te rijden, bijvoorbeeld. En dan met iets met interaction okay. Ofzo. Okay. Doe ik wel, Matthijs. Oh, nee. Load vehicle. Ik zit erin. Nice. Wacht, dan ga ik er even uit. Dan moet Matthijs bij mij in de auto. Oh, wacht, kut. Ik ben uit de auto gegaan. Tuurlijk. Oh, hij is dik. Oh, nee. Wat? Matthijs zit in een gunner. Hoe kun jij dat? Ik heb de deur zo open gedaan. Ik druk mijn spatie. Okay. Zit je erin? Ja, rij maar. Zal ik de achterkant openlaten of wat? Nee, ik weet niet wat voor nut het heeft. Deur gaan dicht en de ruimte dicht. Jezus, iemand is daar flink aan het schieten, hoor je dan? Oh! What the fuck? Holy shit! Jezus Christus, dat was dichtbij. Dat was antiekelijk dichtbij. Ja, ik kreeg opeens een map in mijn beeld. Niet doen meer. Maar. Zijn wij dood? Nee. Ik kreeg. Die vent vloog. Ja, maar. Ik kreeg opeens een map in mijn beeld. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Oh, dit is echt een kutserver, dit is echt. Nou, het heeft altijd goed gedaan en nou ineens niet. Ja, volgens mij wordt de hele tijd gedidost. Denzel. Ja. What the fuck? Wat is dit nou weer? Ik heb precies hetzelfde. Oh, dit is een nieuwe map die we mogen kiezen. Oh. Mij boeit het niet. Oh, oké, wacht. Alpha 3 weer. Matthijs, ik neem even dan de... Oké, snel kiezen. Ik mag niet kiezen. Ik kan dus niet kiezen iets lekker. Of 1-3 toch? 1-3, ja. Oké, ik ben nou combat live. Zie je hem? Ja? 1-3. Ja, zie je die? Ja. Oké, okay. Nee. Klik op Combat Lifesaver nu. Snel, doe. Nee! Irritant kutkind! Ja, ik heb er precies in. Maar je duurt te lang met jou, hè? Stresskind. Ga 1-4. Ja? Nee, mij laten doen, maar jij kunt het niet. Thijs, je bent echt een slow man, jij, hè? Tien, dus. Zo, eindelijk. Oké. Okay.
Stomme kutkind, vieze kutvlekker. Wie is die versus de vieze... Ja, zo'n stalker. Ik heb al duidelijk gezegd dat ik niet met hem mag spelen, maar hij gaat toch komen. Ja. Nou, daar heb je een mooi ding voor. Je flikkert hem uit je contacten bij Steam. En is het opgelost. Ja, echt hè? Net zoals ik bij Han heb gedaan. Ik heb hem geblokkeerd. Ik ook, ik heb hem geblokkeerd. Misschien met Thijs al later helemaal met Han helemaal spelen. Nou, bij irritant. Oh, Thijs, jij bent veel te traag. Allebei een tering hadden klappen van hun gezicht. En dan stoppen ze er wel mee. Vooral Han. Oh. Wat is dit van me? Als ik het ook eens op zijn gezicht kon of zo. Oh, waarom spouw je dit op zo'n kut-eiland? The fuck, ja, man. Ik ben nog een sleeping data, dus. Ja, maar hij is nog steeds bezig. Mij niet. Shooting in base. Je wil het. Dus niet schieten in de base, want anders kun je word je geband, oké? Okay? Ja, maar dan kan misklik zijn, hè? Ja, maar echt niet schieten, bijvoorbeeld in het express, zeg maar. Of mensen, of gewoon in de lucht, mag je niet. Kun je gekikt om band worden. Miskliks kunnen, maar dat is niet als je een hele twee magazijnen achter elkaar kapot alleen schiet, zeg maar. Oké, waar is iedereen? Ik ben klaar. Ik ben nog receiving data. Ik ben nog niet ingespawned. Wat ben je aan het doen dan? De receiving data staat vast, maar... Ja, ben je met Thijs ook? Thijs, jongen, dat komt naar jou! Normaal niet. Normaal geef ik altijd het internet van die persoon de schuld, maar ja, bij mij gaat het wel goed. Oh, 85 fps! Oh, en lekker, ik ben en ik word eruit gekakt. Nou... Foutatieve teringhonden! Kutserver, godverdomme. Als Matthijs hem niet uit wordt gekeken, dan hebben we een probleem. Dus dan gaat die andere gozer weer bij ons in team. Ik ben een squad leader dus. Ja, ik ben squad leader en dingen piloot. Ik kom maar kwalen. Met Matthijs hangt hij op. Dan moet je even op escape duwen en opnieuw. Smolten, hè? Ja. Oh, dit is helemaal een andere server, dus ja. Geen idee of ze die grote afklus nu hebben. Yeah. Regroup. Ja? Rijst! Ja. Ja! Ja! Nou, Matthijs, hoe is het bij jou? Kijk, normaal. Dat is gewoon. What's up, dude? Hou gewoon je loadout en we gaan weg. Kom even snel, want ik heb echt niet lang de tijd. Ik moet ook nog leren en eten, dus. Eentje kan opstappen. Laat Matthijs maar opstappen, want die weet niet hoe die met draaien. Jawel, dat weet ik wel. Nee, dat fucking stal, stap op. Zo. Tegen afwaaien, want we zijn helemaal klaar met dat. We moeten dan ongeveer de oceaan gaan met een oogje. Neem een tank mee, oké? Okay? Ja, maar als ik ben sniper, dan hebben we er niks aan. Jawel, dan gaan Matthijs en ik erin. We moeten eerst harde infanterie doen, oké? Okay? Dus ik ga eventjes in de piloot zetten. Vergeet niet earthblocks in te doen, tenzij je orkool wat kwijt raken. Ik denk ook. Ik hou het naar achter staan. Oké. Kan ik er inrijden? Nee, dat lukt niet. Niet proberen. Ik ben er al in. Niet erin rijden, dat gaat echt glitchen dan, dan ploft hij dadelijk. En dan word je daar ook beschuldigd van ons allemaal killen. Allemaal. Zit hij erin? Ja. Matthijs, wil je nog een auto bijzetten of zo, of klaar? Ja, ik doe wel een auto. Een klein beetje omhoog. Nee. Niks. Nee, niet doen. Matthijs, stap bij mij in. Stap in. Je hoeft niet in de auto te blijven zitten, hè? Dat doe ik toch. Oh,
Ja, Matthijs gaat het gunnen, oké. Ja, zolang je mij niet ziet, dan is het. Maar die hele lekker erin, nee. Gun, oh shit. Oh, oh, ik ben met mijn hoofd lekker door een vliegtuig heen. Oké, uitkijken. Ja. We gaan meteen opstijgen, dus hou je de kans een beetje. Ja, dit is wel een eigen kant. Je zit in de auto. Maar waar ga je dit ding landen dan? Als we over de oceaan gevlogen zijn. Nou, vliegen. Oké. Ja, oké, we kunnen gaan. Oh, die andere, die gast, die staat alweer. Doei. Hij gaat er vandoor. Waar staat hij? Zo gaaf. Oh, er komt eentje iemand op ons af. Oh, what the fuck? Nee! Oeh, hij gaat er even naar achter. Oeh. Kijk, kind dat het is. What the fuck? Ja, en dan krijg jij, Zen krijgt dan de schuld, hè? Hoezo krijg ik de schuld? Ja, jullie krijgen de schuld. Zero, two. Wacht even. Ja, dat is die kut Brian weer. Flikker. Oh, ja. Fuck it, kom op, vat er gewoon een... Ja, Manchester, hij gaat aan de verkeerde kant opstijgen, kutkind. Homo, kom maar, neem even deze. We vatten gewoon een helikopter. Ja, pak deze. Deze hier kan ik heel goed mee vliegen. En dan gaat die andere gozer ook al in, hè? Matthijs, kun je hem niet even schieten of zo? Ja, nee, dan worden we geband. Matthijs, waar ben jij? Ja, ik ben hier bij het ding. Ja, aan alle kanten instappen dan, als je hier niet in kunt stappen. Matthijs, je bent echt noob, zeg. En dan stapt er ook al iemand anders bij ons in. Fijn. Wie stapt er nou weer uit? Ja, boeien rijden. Vliegen. Dat zijn wij niet. Check op mijn beeld, mijn thuis. Moet je zien. Oké, waar moeten we naartoe? Oh, I'm the Terminator. Ga ergens naartoe waar ik kan liggen met mijn sniper. Dan weet ik niet precies waar dat is, ik ken deze map niet. Kijk, volgens mij bij Mossbait. Waarom zitten jullie niet op de minigun? Ik zit op de minigun. Zie je? Kom, tering, niet zo hard zitten, dat aan mijn oren. Ik zou zeggen, ga naar Mossbait. Dit is best wel lang duren, omdat we nou de helikopter de dingen zo versteken. Maar nu moeten we, dat komen we met het vliegtuig doen. Maar. Ja, dan moeten we zo iemand zo'n flikker zijn. Ja, ze komt nu dicht als nu. Ja, ze komt disc op nu, anders mag je niet vliegen. What the fuck, hoezo? Ik ga toch vliegen. Wat willen ze doen met Ben? Dan maak ik wel zelf een andere keer dat server aan. Maar hoezo, is hij de baas dan? Nee. Maar wat wil hij doen? Niets. Zijn kuthoop laten zien. Waarom is het zo moeilijk om te begrijpen dat wij niet met hem willen spelen? Ja, echt hè? Dat kun je gewoon niet beslissen. Als wij dat toch niet willen, fuck af. Zoek je eigen vrienden. Ja. Ja, precies al. Zoek je eigen vrienden. Dit is een friendly base. Dus. Wat zullen we doen? Zullen we van S. Hier is een kamp. Hier kun jij snipen. Wil je dat? Is goed. Kunnen we die stealth gaan takeover? Dus dan moet je even opstappen. Dat is 2 kilometer verder. Ja, of we kunnen ook een auto nemen als je wil. Neem wel een auto. Ja. Voor zekerheid, voordat de dag die gozer iets doet. Rij jij maar, want ik zie geen checkpoint. Matthijs die wil die tank zeker. Ik rij wel, één van jullie gaat. Matthijs, jij gaat in de gunner. Oké.
Dit is niet hiermee schieten, want dit is echt hele zware kogels. Oh, Matthijs. Ik kan alleen de passenger. Matthijs, wat doe jij? Ik kan alleen de passenger. Jongen, jij bent dom. Je... Ga achterin, achterin. Je gaat toch niet zomaar achterin? Dit is een realistisch spel. Hoe zou jij instappen met dat ding? Oh. Oh, gelukkig. Niet schieten. Want dit is echt hele zware kogels. Er zijn bommen meer. Ja, ze zijn eigenlijk gewoon puur explosief. Echt? Ja, maar je moet erover nadenken. Deze game is best realistisch, dus je moet echt bij een kant gaan staan waar je wil instappen. Nee, dat is niet wauw, dat is er een noemst realistisch. Dan zijn ze bezig met de overnemen van de andere kant. Wacht, zitten wij in elkaar? Wacht even hoor. Zie jij iets? Ja, boeien, rij maar gewoon door. Ik heb jullie geen invite, doe eens op u. Dan zitten jullie echt in mijn squad. Oké. Okay. Join even. Oké, Zen is gejoined. Nou, jij nog. Natuurlijk weet ze met hij is nieuw dan moet. Nee. Ik zei op u duwen. Hier. Ik heb hem. Oké, eindelijk. Goed zo. Oké, let's go. Waar ga je dan naartoe? Naar een kamp toe, die over. Oh. Is dat daar ene kamp van 4x4? 2x2 bedoel ik? Ik weet niet wat het is, maar het lijkt op mijn kamp in ieder geval. Ik bedoel, er zitten allemaal van die vierkante vakjes echt kaarsrecht langs elkaar. Ja. De fuck gebruiken hun wel niet voor wapens? Misschien miniguns. Oh ja, hier ben ik laatst tijd ook verkeerd gereden, dus dan moeten we even over de bergen gaan. Zit jij trouwens alleen maar in first person, Matthijs? Ja, ik zit nou in de deur. Zo. Ja, je moet heel voorzichtig rijden in deze game of de auto ontploft. Echt? Ja, die logica is dan weer niet, die klopt dan weer niet. Als je deze map niet mooi vindt, is het door modders gemaakt, dus. Nee. Alleen maar hun. Dus niet door de original mapmakers. Nee, ik vind het niet mooi, nee. Ik vind het terrein hier niet zo heel mooi, hier onder ons. Als we wel mooier kunnen maken. Dan moeten jullie mij maar eerst afzetten en dan gaan jullie gewoon naar binnen rijden. Ik zou niet als gunner gaan met die auto. Nee, naar binnen rijden. We gaan niet naar binnen, we gaan gewoon echt ja, zo stealth mogelijk. Maar we gaan wel niet echt stealth, maar we gaan wel eerst naar sneaken. Zodat we dichterbij gaan en dan kunnen we ze. Ja. Dan hoop ik maar dat ze mij niet kunnen zien. De laatste keer konden ze mij niet zien. Nice, Jesse. Daar hoor ik wel echt zo van. Ja, jongen, het is jouw schuld. Ja, echt hè. Hij gaat aan de verkeerde kant vliegen, ja, fucking hond. Nee, ik heb het op opname. Hey. Echt hè. Dus. Mm-hmm. Ik heb het op opname. Dat, en jullie kregen de schuld dat jullie mij hadden vermoord, hè? Ja, wij zitten als passenger in die oude, in de ding. Dan is het zijn schuld. En dan zou het iemand zijn schuld. Ja, dan daarna zou het mijn schuld zijn als laatste echt helemaal jullie. Want jullie konden echt helemaal niks doen. Maar zoals ik zei, soms is het een beetje buggy. Ja, door die bugs kun je wel gekikt worden. Kijk, door. Hier is het als het goed is gebergd, hè? Mm-hmm. En daar beneden moeten we zijn. Oeh. Waar? Oh, ja. Droom is uitgekomen. Ik, wacht, ik ga hieruit. Yo, ga maar. Dit is vol met terroristen, dit kamp, hè? Echt? Ja. Kijk uit. Oh, dit is wel heel stijl naar beneden. Ik weet niet of ik dit wel ga halen. Nou. Holy shit, stil! Yo, ik lig. Zijn we al een terroristisch gebied? Nee, ik ben veilig. Nice. Nou, ik kan jullie coveren. Kijk nou, want we kunnen hier dus ook mijn in het, Hier, Matthijs, kijk hoe pro de is. Ik gewoon een standaardje neergezet, zo. Klik. Kom maar op. Oh ja, ik zie terroristen. Oké, jij moet ons een beetje, ja. Ik schiet alleen naar de plek waar jullie zijn, oké? Okay? Volg mij. Ja, ik heb net gezegd waar ze zaten. Oh ja, wat doe ze jij? Stap uit. Ze zijn alert. Volg mij. Zie je ze ook in de bossen en op de... Dan moet ik even verplaatsen van plek. Wacht, heel even. Er zit hier een sniper, zeg jij, 300 meter. Ja, die zak ik. Oh, kut! Waar zijn jullie? Au. Ik word zwaar onder vuur gehouden. We moeten ik ook, nu... Ik ook. Probeer te streven. Probeer. Ja, die bomen zijn hier heel dun.
Ja, er wordt ook naar mij geschoten. Ik kan niks doen. Hoe kan ze een busje zo zien? Ja, ze liggen op de grond, oké? Oh ja, er wordt echt naar mij geschoten. Wat? Ik ben dood. En ik kon ze niet eens zien. What the fuck? Matthijs, kom mij helpen. Waar ben je? Ja, die kunnen mij zien. Ja, dan moeten we helemaal terug naar boven. Ja, ik ren naar boven. Wacht, aan de rechterkant hoor ik ze. Ja, anders kan ik niks doen. Ik ben dood. Probeer mij te reviven eerst. Ben je neer, Jesse? Ja, ik lig daar op de grond. Ja, ik ben zelf ook gewond. Ben je dood? Liggen. Zet tegen het touw en naar mij kruipen. Dat was misschien niet... Misschien moeten we niet vanaf... Ja, dat was niet zo handig. Nee, maar ik begrijp niet hoe ze mij konden zien. Liggen? Je gaat niet liggen, je gaat gewoon letterlijk staan. Zet. Ben gerevived. Kijk uit, want anders ga je dood, hè? Ook tering. Oh, tering. Zo. Weet alleen niet van waar. Ik kan ook zien. Sniper. Zij is ook dood. Nou, respawn allemaal maar, dan gaan we het nog een keer proberen. Alleen... Ik kan mezelf reviven. Oh nee. Ja, zelfmob leggen. Ik ga eerst eventjes ik ga even alles doen, met alles wat ik heb, ga ik proberen in het kutsniper daar dood te krijgen. Leef je nog weer? Ja, ik leef nog. Matthijs, kom hier naartoe, snel. Oh, what the hell? En is de server van bij mij. Oh, en nou doet hij het weer. Ik heb een idee, Matthijs. Als jij het nog kan overleven. Ik heb twee snipers dood. Linkerflank is dadelijk zo wat als clear. Stap maar in, Matthijs. We gaan een raid maken. Nee, nog niet beginnen. Ik kom eraan. Nee, maar we hebben een Apache, dus we kunnen jou misschien. Nee, ik weet het. Echt serieus. Wacht even. Ik ben gewoon aan het rushen. Wacht even. Niet beginnen. Ik vlieg wel. Ja, maar dit is maar een 2 seedpass ding. Oh. Ja, jullie kunnen ook. Wacht, laat mij in die Apache. Dan doe ik coveren vanuit de lucht. Oh ja, trouwens. Wacht. Kun je daar maar met z'n 2 seats in? Yep. Ja, dan weet ik niet. Hoe gaan we dat dan doen? Ja, we kunnen ook deze. Kunnen jullie helikopter vliegen? Nee, hè? Ik ben niet super goed, maar. Nee, wacht. Drop ons maar gewoon. Nee, gewoon allemaal doen. Gewoon allemaal weer op de grond. Niet ver, niet op helikopters en shit. Laten we die bus maar nemen daar naartoe. Deze hier. Okay, zag je daar hoe dikke machinegeweer die hadden, man? Dat is niet eerlijk. Maar echt bullshit, want ik zag ze niet eens en ze konden mij ook niet zien en ik werd gewoon neergeschoten. Stop op, Matthijs. Yo, ik kan gewoon snipen vanaf deze plek, van in die helikopter, hè? Dat kun je ook, Matthijs. Inject earplugs, want ik hoor niks. Wat is hier gebeurd? Jezus! Ja? Yeah. Inject. Inject. Niet verbaasd als we niet probeerd zijn. Mof. We moeten dit echt via een andere manier doen. Misschien moeten we... ik weet niet. Misschien dat we een tank of zo kunnen nemen en dat we dan gewoon naar binnen stormen. En dat jij naar koffer. Nou, dan ben ik ook gegarandeerd dood. Nee hoor. Jij hebt ook dingen. Ja, maar mij kunnen ze alsnog zien blijkbaar. Ja, ja, lig je wel dan? Ja. Helemaal naar boven. Ik lag daar boven en ze zagen mij. Ja, niet iedereen zag me, maar jullie, waar jullie van aan werden gevallen, die zagen mij volgens mij. Ja, ik zag daar 4 mannen toen wou ik te schieten, maar toen werd er op mij geschoten. Toen ben ik snel gaan liggen. Toen wou ik een paar mensen schieten en toen zagen ze aan de linkerflank. Had ik 2 gastjes doodgeschoten. Ja, we verstaan jou niet met thuis.
haal mijn suppressor van mijn pistool af. Wat de hel? Oh. De motor gaat uit. Ik ben dood. Ik overleef het. Mijn motor is uitgevallen. Wat is er voor bullshit? Ja, we zijn weer terug bij Bekin. Nee, niet respawnen. Ja, daar kom je. Dit is bullshit. Ik duw op shift om omhoog te gaan. Wacht, en dat deed hij gewoon niet meer. Hij is gewoon gestopt. Weet je wat, ik ga gewoon even deze helikopter neercrashen in dat gebouw. Thijs, kun je nou even misschien je loadout veranderen? Alleen je wapen doen. Ja, en ik moet trouwens ook even eten, dus dat komt allemaal aan. Ja, dan gaan we ik en Thijs daar ook wel even door. Ik ben keihard in dat gebouw ingevlogen. Ik wil een pakken. Zijn. Moet je zelf weten. Moet je mij niet meer aankijken. Ja, Matthijs, man. Ja, nakker. Oh, 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 dude, die scope. Yo, hoe ver zoomt dit ding wel niet in? Oh, dit is zo'n scope. Volgens mij. Nee, wat? Ik zie niks door deze scope heen. Ik zie echt niks door de dingen. Ik zie bit, mini. Scope is groot, jongen. The fuck. Ik hoor jullie even, seconde niet. Ik heb mijn eigen opgeblazen. Ja, ik moet even eten. Mm-hmm. Daarna, oké, Matthijs, maak je even goed de outfit en vergeet het niet op te zetten. Ja, weet ik. Granaat gegooid, kuit. Dit is toch niet groen, dit is meer blauw. Lukt het mee, loadout? Ben even weg dan. Ik wil echt een dikke scope hebben, maar die zijn er niet zoveel. Nee, zoom allemaal even ver in. Oh, zo. Een Glock. Glocks zijn veel fijner. En, wat ga je doen? Scar? Waarom doe je een grenade launcher? Ik weet niet eens hoe je die moet gebruiken. Wat? Je gebruikt een Scar. Waarom een Scar met een grenade launcher? Deze. Hier past dezelfde kool als hem. Oeh, die fucking kool is zo zak. Die is veel te groot. Oh shit. Nou, ik heb een suppressor op mijn Glock. Yeah. Dude, ik vind mijn 50 BMG nou heel cool. Ik heb een 50 BMG met camo. Load. Nee, ik bedoel save. Cancel, save. Die. Save. Load. Ja, oké, lijkt zo. Nice. Yeah. Dit is zo'n vette 50. Oho. Wil je geen USA armor? Geen USA armor. Kom dan. Dan geef ik je die een. En die moet je dan dadelijk even opslaan. Oh. Niet voor me lopen. Wacht even. Load. Wat ga je gebruiken? Wat ga je gebruiken? Een MK7.
Vind je geen fijn wapen? Lijkt het er geen niks voor? Ja, deze moet je hebben. Ja, moet zelf weten. Mij lijkt dit ding. Deze lijkt mij chiller. Scar is ook fijn, maar. Is dat special? Op dit moment wel, ja. Oh, ja, dat wil ik niet. Die kun je er ook al afhalen, dus. Perfect. Tuurlijk. Kom. Snel in de inventory gaan. In de inventory, ja. En op elk ding waar ik in het ding leg, rechte muisknop. Ja. Kut. Ik ben eruit. Schiet op, jongen. Jezus. Go. Pakken, pakken, pakken. Sneller. Ik heb alles. Wacht even. Nee, snel. Nee, waarom gaat hij verder uit? Ja, want dat is een glitch. Ja, dat is iets in deze game. Ja, ik pak jou. Pak jouw shit wel aan. Whatever the fuck je aan had. Leek met deze backpack erin. Doe die backpack aan. Oké. En? Wacht. Doe deze helm op. En een masker. Ding. Oh, ik ga er wel. Ja, snel, snel. Niet stoppen. Jongen, doe sneller dan. Nee, je doet er een andere helm op, sukkel. Hier is hij. Ja, ik heb hem. Nou, kom maar. Nou, dat is Jesse. Dan ga je hier weer naar dit ding. Save. En dan geef het een USA Army naam. Ik weer als Gilly. Ik kijk als Gilly. Ik vind het echt zo'n coole sniper. M107. Wacht, kom, dan gaan we een thumbnail maken. Jij moet ook gewoon even ergens naartoe kijken. Ja. Blijf staan. Wacht. Yo, wat doet hij? Fuck af! Wacht. Nee, kut. Ik weet niet. F12 volgens mij. Of 9. 3. 1 of 2. Hoe de fuck maak je een screenshot? Niet doen! Even kut een screenshot. Hé! Hey. Fuck! Alma sloot af. Lol. Okay. Alma sloot af. Wacht. Kijk, als het dan naar jou toe wil kijken, dan ziet hij jouw naam en dat wil ik niet. Ik weet echt niet hoe je het in zijn fucking screenshot maakt. Oh, nee, weet niet. Ah, oh, fuck off. Gamer mode. Gamer mode staat aan, hoe kan hij dan naar escape gaan? Dat hoort helemaal niet. Nou, fuck it, ik doe dat wel een keer screenshotten. Nou. Oh ja, haal die suppressor er eens af. Dat is heel makkelijk. Ga gewoon naar je inventory. Ja. Waar moet die? Oké. En daar zie je een lijstje waar er allemaal één gun zit. En dan pak je het. Ja, inhouden. Ja. Daar heb je de inventory room niet voor. Dat ding zit ook wel. Kijk eens wel even. Ja, kom eens hier. Dan vatten we even een helikopter en dan gaan we hier even weg. Ja. Okay. Ik heb geen idee hoe je... Ik weet wel een beetje hoe je moet vliegen. Jesse, die is eten. Oh. Nou, stel maar in. What the f... Oh ja, dat ding heeft ook benzine. Dus. Ja, dit ding kan eerst nog. Full power. Jesse zei, blijf van A, W, S en D af. En vlieg... Dan moet het goed komen. En vlieg met je muis.
Ik weet nog niet waar we naartoe moeten, dus we gaan gewoon daar naartoe. Oh. Ik moet er even kijken hoe we kunnen... B zijn volgens mij. Nee, want we gaan nog steeds omhoog. Oh ja, nou verliezen we power. Nou verliezen we power. Beetje meer, ja. Kijk, dan moet een keer stil komen staan. Kilometer per uur. Oh! We hebben nou geen engine power. Echt? Dus nu gaan we een beetje naar de grond. We gaan 70 km per uur. Full power. Ja, half. En ja, fuck it, we zien dadelijk al. Oh, full power gaan. Gewoon een beetje uittesten is daar. Zijn jullie er nog? Ja. Laat maar raden, jullie zijn net gekruist met een helikopter. Nee. Nee? Nee. Ik vlieg zelfs heel erg mooi over het water. Nee. Kijk, nu komt het punt dat we gaan crashen. Oh. Ja, zijn jullie gekruist? Nee. Ja, ik weet niet, ik kan dit ding niet stil krijgen. Vliegen jullie wel even achteraan. Jullie gaan ook precies op het area afwachten en vriendelijker zijn, hè? Dus kijk uit, dat je het niet ziet. Kan die Apache schieten of nee, die buzzard? Nee. Nou, dan nergens over om te maken. Nou, nu krijgen we het punt dat we gaan landen en we gaan eerst. Ja, boeien. Komt omdat ik, waar ik naartoe kijk, als het goed is, daar dan glitst die zo bij jou. Oké, okay, zachter. Hebben we geen auto over? Ja, we hebben. Aan. Dus, auto over aan. Nou hoef ik niks te doen. Hands off. Ik ga die... landen. Dat gaan we niet proberen. Niet te hard. Ik kreeg net een waarschuwing van iemand dat als je wil vliegen, dat je dan... We zijn neergestort. Ja? Dat... Dat je als je wil vliegen, dat je dan... Dat als je wil vliegen, dat je dan dingen moet doen, dus... Wat? Dat je wat moet in Discord doen. Moet zitten. Oh. Ja, sorry, misgeluk. Want ik ga niet met Discord met allemaal mensen praten, echt niet. Waarom moet je per se vliegen om dit Discord te kunnen gebruiken, what the fuck? Nee, je moet per se in die Discord groep zitten. Ja, maar wat is dat voor bullshit? Ja, dat vraag ik me ook af. Dat doen wij natuurlijk ook niet. Wij gaan dat gewoon niet doen, fuck dat. Nee, dat doen we ook niet. Als jullie kicken, ja, nou, dat zou wel. Dat is jammer. Ja, maar willen ze, ja, dan gaan ze je kicken. Ze bannen je dan niet eens. Iemand is dood. Okay. Zal ik jullie komen ophalen of wat wil je? Nee, we zijn al dood. Maar ik weet niet waar je bent. Ja, maar ophalen bij... Ja, ik ben al aan de overkant van de... Oh. Van het water, zeg maar. Ja, we zijn weer terug. We zijn al weer net neergecrasht, want het ding ging te snel naar beneden. Vliegen is echt kut. Echt ace is dat. Kom eraan. Apex. Welkom to Apex. Ik vlieg terug naar jou dit ook, oké? Oh wacht, er staat hier. Pilots must be in Discord voice to fly. Operating must be 500 m plus 500 meters outside of the base. Kun je even gewoon je bek houden? Nee, niet opstijgen. Wauw, wij vliegen niet. Ik kom jullie ophalen. Hoezo opstijgen? Ik kom naar jullie toe gevlogen nu, dus. Waar zit je in een vliegtuig? Nee, helikopter. Wat vind je van mijn camo? Kijk die camo, jongen, op dat ding. Oh ja, trouwens, als je alt inhoudt, kun je free kijken. Wat? Alt inhouden. Dude, je hoeft je headphone niet op te doen, we zitten in dezelfde Discord, Tony. Kijk, als je alt inhoudt, dan kun je rondkijken. Alt inhouden, ja. Dus kun je naar je gun kijken een beetje. Nou, Jess is daar. Dus. Waarom moeten we... Ja. Doe jij ook auto over gebruiken? Nee, dus. Zit er mijn gears naar beneden? Ja, dus.
zie niks. Zijn jullie klaar? Waar gaan jullie naartoe? Moeten we meteen vertrekken, oké? Ja, maar je vliegt van ons af. Oh, kutjes! Wat? Godverdomme. Zo. Ik crash, ik landde iets te hard, zeg maar. Is hij nou kapot? Ja. Houden we die dan maar nemen? Ik heb meer plugs in. Ja. Want dit ding ziet er echt retarded uit. Alleen ik moet zo wel even gaan leren nadat ik ga... Ja, ik weet niet hoe lang wij hier nog zijn, hè. Dus, Matthijs... Ja, ik blijf wel langer, maar Matthijs niet. Thijs, stap in. En dan mogen we even allemaal lekker kapot vallen, weet je. Hey, zullen wij naar de enemy airfield gaan? Dan kunnen we daar gaan landen. Als ik... Nee. We kunnen wel best lang vliegen, maar... Nee, maar... Nee, daar kan ik niet snipen. Jawel, juist wel. En dat is helemaal daarachter, aan de andere kant van de map. Oh, ben je ook gekikt? Yes, nee. Oh ja, dan gaan wij dood. Dan gaan wij dood. Ja. Mofferkut. Bedankt, Jesse. Ja, dan gaan wij gaan liggen kicken. Ja, dan zou ik zeggen, iemand breng ons naar de fucking overkant. Ja, dan moet er weer zo'n combatpiloot zijn die kut, flik is. Ik heb echt een fucking hekel aan. Maar hoe weten ze dat jij vliegt? Daar zien ze. Ze zien natuurlijk dat ik opsta. En op de map kun je ook zien dat ik aan het vliegen ben. Als je dan checkt op Discord, hey, zit er niet in. Aanklagen bij de rechter. Ja, wat doen we dan? Kunnen we niet een boot vatten of zo? Nee. Die hebben we niet. Ja, dan is het echt gay, want dan heb je niks op deze server. Nou, we gaan gewoon een vliegtuig nemen, dan schijt eraan, vliegen onder. Ik zou zeggen gewoon, ja... Zijn jullie dood? Nee. Ja, dood gegaan. Ik zit echt al vol me. Zie je een vliegtuig die gaat crashen? Ja, die ging ineens nosediven. Hm? Heb je geen APC's of zo? Kom maar, wacht even. Zie je mij op de quad zitten? Nee, maar wij zijn bij die helikopter achter je. Zijn wij. Ik ben aan het... Waar daar bij? Kom. Matthijs, doe je earplugs weer in. Stap in. Je earplugs heb je niet meer in. Eentje, stap in. Hoezo, waarom kunnen we niet gewoon die vatten? Waarom kunnen we niet gewoon dit ding vatten? Yes. Omdat ik niet meer mag vliegen, daar word ik geband. Ik ga even kijken of die vliegtuig... Ja, die vliegtuig is net teruggespannen, daar kunnen we heen gaan. Zo. Oh, tering! What the fuck? Hey, what zeg the je fuck? Dat? Ja. Oh, het gaat om eilanden. Ja, ik ben zelf een tank. Oké, zet een tank achter een vliegtuig, oké? Okay? Nee, geen tijd voor. Gaan jullie meteen dan? Willen we meteen gaan dan? Ja. Fuck de tank, we doen gewoon normaal. Oké. Okay. Nou, Matthijs, kom op. Het wordt een lange vlucht, dus echt afschieten. Nee, wat doe je? Auw, je hebt mij. Ja, stap in dan. Ja, maar dan hebben we de tijd niet voor, want jij stapt in en je wil meteen wegvliegen. Bruh, ik had jullie minuten tijd. Kom, is niet waar. In. Dat is niet waar. Zit jullie er allemaal in? Ja, want je gaf ons helemaal niet een minuut, je gaf ons net een seconde. Oh, nou maar hopen dat ik kan opstijgen met deze andere. Nou, dan zou ik zeggen, dan join je zo'n groep, maar dan ga je niet in de chat. Nou. Dat mag niet. Je moet dan gewoon praten en daar ben ik zo van niet van plan. Zeg maar. Moet je gewoon een keer zeggen, ja, daar heb je tijd niet voor. Ja, en als we nou snel weggevlogen zijn, dan zien ze niet dat ja, ik erin zit. Dan zullen ze dan niet zo snel checken. Nou, we zijn uit het ding. Maar ik zou zo snel mogelijk als ik jou was naar links gaan. Waarom? Anders hit je daar de rand van de map. Just say. Gaan we weer. Oké, en dat wordt gewoon een rechte. Ja, we gaan dadelijk dus landen in de enemy area. Denk ik. Hopelijk hebben ze geen anti-air, want dan zijn we fout. Ja, maar dan gaan we geen plan anders meer doen. Maar hoe wil jij daar invaden? Want dat kan toch niet?
Nee, tuurlijk kan dat niet. Ja, waarom ben je daar dan naartoe dan? Maar er is geen anti-air, dat weet ik bijna wel zeker. Dus. Maar wat kun je... Dat weet je bijna niet. Je kunt ook veel beter zo'n stad doen. Ja, dat gaat toch niet met dit vliegtuig? Ik heb deze genomen, omdat we dan... weet het? Ja, oh, wow, ik zat in mijn map te kijken. Ja, ik zie een beetje gestegen. Als we gewoon kunnen injecten... Dat mist is irritant. Ik wil gewoon kunnen zien wat er omheen gebeurt. Niet dat kut mist de hele tijd. Oh, wacht. Er is hier nog een airfield. Heel dichtbij. Ja, maar dat is friendly, hè? Daar hebben we nee, dat is niet friendly. Wel? Niet. Dat is rood. Ja, daar gaan we nou naartoe. Ja, maar er is er nog een. Helemaal linksonder in de map. Die bedacht ik toen jij dat bedoelde. Ja, die gaan we ook naartoe. Nee, die niet. Je vliegt er nou bijna over. Dadelijk vlieg je er overheen. Ja, daar gaan we nou naartoe. Naar die vliegtuig. Ja, Matthijs, kijk eens even. Hier. Wat? Dit vliegtuigveld bedoelde ik. Ja. Ja. Jesse die wil hier naartoe gaan. Waarom? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, omdat we daar dan kunnen landen. Dan kunnen we zeg maar vanaf nee, maar rechts. Kijk, rechts van jou nou. Daar kun je ook landen. Ja, daar gaan we nou naartoe. Brr. Nee, dat is niet brr, want je vliegt er lang. Je vliegt er letterlijk langs. Ja, denk je dat ik met zo'n vliegtuig eventjes GTA-landingen kan maken? Nee, maar je vliegt helemaal linksonder. Landingen. Ja, dat weet ik. Ik ben 1 kilometer van het airfield af, dus dat valt allemaal om. Ik kan niet te snel vliegen. Oké, ja, nou ga ik eventjes een draai maken. Dus hou je vast! Nou, Matthijs, kijk. Ik ga in first person. Jongen. Oh. Kijk, je kunt naar buiten kijken. Hallo. Ik had mijn motors vergeten aan te zetten opnieuw, dus we zijn een beetje aan het stallen. Hou je vast. Holy shit. Ik zit hier echt heel erg vriendeloos achterin. Nou ja. Hallo. Wat zijn jullie daaraan aan het doen? Zitten jullie daar porno op te zoeken? Ja, het zit inderdaad. Als we in een fucking groot vlieter zitten, zitten we dat te kijken. Ja. Lijkt me vast een slim idee. Matthijs heeft een seizure. Nee, dat heb ik niet. Nee, Matthijs heeft een aanval. Moeten we jou het vliegtuig gooien, Matthijs? Hm? Ik heb het vliegtuig gooien, Matthijs. Hij vliegt in ieder geval zo nou, hè? Het is lastig vliegen hoor. Weet ik, maar. Doe eens niet, even. Ja, Matthijs, godverdomme. Nou, blijkbaar gaan we dus hier landen. Dat was ook mijn bedoeling. Yep. Maar helemaal linksonder in de map, daar is ook een vliegveld. Ik dacht dat je daar ging landen. Nee, dat zou onzin zijn, ja. Ik snap het. Tering, dit is een irritant Moet je precies onder kijken en dan zie je een dikke cirkel. Ik zie niks, het is te licht. Hoe gaan wij daar eigenlijk überhaupt landen? Dat is mijn vraag. Ja, wij zijn dood. Yep, wij zijn dood. Hè? Ik zie niks. Hoe leven wij nog? Hè? Zo zijn wij dood. Ik ben bij mij was je uit de map. Oké, ja, het zal wel. Het zal wel. Mij vloog je uit de map. Holy shit, kijk. Ja, in de echt zou dat niet kunnen, maar ik doe het gewoon, dat ik scheid heb aan... Ja, ja scheid aan de physics. Ja. Je weet, ik heb scheid aan die dingen. Kunnen wij niet gewoon parachuteren? Ik weet niet of jullie dat kunnen. Jullie hebben geen parachute bij. Ons zou dat al kunnen. Oh, ja. Moet je die ook al bij hebben? Oh, what the fuck. Je kunt ejecten. Ja, maar ga je dood. Oei! Wat kun je doen bij settings? Want ik zie daar een optie settings. Ja. Dan kan ik daar de motor uitzetten bij Jesse. Ja, kom, ik ga even kijken. Ja. Ja, kom even kijken, hè. Ja. Ja, jullie willen dat wel, hè. Dat ik bij tering af neer heb thuis. Oh, ik kan crash settings. Oh, die zet ik gewoon uit. Fuck you. Crash is kut. Ground. Wow. Oké, ik heb het niet op safe gedaan. Boeien. Nou, welkom bij Airlines Jesse. Ja, en onder u man, dus... Vandaag... Ik zie niets, ik zie echt niks. Het is echt lastig vliegen zo. Vandaag gaan we landen op een terroristisch vliegveld. Dus, houd u vast, wees klaar voor een bombardement. En wees klaar om door je kop heen geschoten te worden. Dank u voor het vliegen. Oh, ik ben geband. Ja, ik ben de goed bedoeld. Hoezo ben je geband? Jullie moeten dit afmaken. Exact! Stop de licht!
Jullie kunnen de oven maken, dit is niet lastig. Nee, echt niet. Het was echt al een meter bij de grond. Wat een kut server zeg, ik ben geband. Hoe kunnen ze dan zien dat jij daar was? Dat weet ik ook niet, het zijn nu veel tering mogolen. Nou, als je nog een server kunt vinden waar je die wapens bij hebt, dan weet ik het goed. Ja, dat is alvast wel, maar ik ga nu even leren, dus dat... Want anders ga je daar me flikken. Dus dat is zo, als jullie nog zijn. Ja, we zien wel. Nou Matthijs, wat gaan we doen? Geen idee. Ja, wacht, ja. Heel even die quad. Volg mij. Ik rij een first person. Nee, dat is stom. Oh ja, niet meer je muis bewegen als je rijdt. Dat weet ik nou. Ik ga een test doen. Ik wil kijken of zo'n tank op het water kan. Get out. Auw. Nope. Nee, ik wil niet in de gunner. Fuck de gunner. Driver seat. Oh, jij bent echt. Jezus, ja. Houdoe met hij. Peace. Ik ga het er snuit. Houdoe. Ja, daarom mag jij niet rijden. Omdat jij het niet kan. You have injected the earplugs. Nou, ik ga kijken als ik als de ding op het water kan. Oh my god, hij kan op het water. Echt? Ja. Holy shit. Dan gaan we gewoon met de tank. Jongens. Nou, welkom bij deze leuke video van deze leuke livestream. Echt, letterlijk. Een fucking 2 uur of whatever. Gekloot is. Want ja, het werkt niet. Yes, serieus. Stap in, motherfucker, of ik schiet je dood. Wacht, ik ga eens even iets aanzetten als dan iemand iets in de chat zegt. Zodat ik dat heel leuk kan zien. Oké, okay, dat mag niet. Dan moet ik de livestream stoppen. Nou, daar heb ik geen zin in. Was minder. Nou, kan dit ding even nog gaan rijden? Nou, dank u. Nou, wij hebben geen... Ja, die is gaan leren. Maar ja, morgen doen, weet het. Doet. Kun je niet eens werken. Ja, daar ga ik Ik weet niet. Als je boven gaat keren. Dat is mooi. Kan ik aan een HP pick-up? Nee. Ja, wij gaan nou met een tank in het water. Ja, ik kan natuurlijk niet over deze kutberg, omdat dit een fuckmap is. Dude, we hebben ooit op één map gezeten en die was kapot relaxed. Die map. Dat was echt een grote map en dan had je echt één hele grote stad vol met terroristen. En dan kon je op de berg gaan snipen en dan kon je de hele town zien. Nice. Jouw beeldscherm? Hey, snel rondom mijn beeldscherm. Dat zal wel. Kom op, tank. Ja, dat is een... Nee, hoor. Man. Jawel, hoor. Denk je echt dat een tank van 4 ton of meer zo over een berg ging kan rijden met gemak? Ja, het is wel 4 ton, maar... Daar geloof ik niet dat hij dat kan. Ja, het is sterk, maar die dingen kunnen niet snel. Nou... Stress testen. Hoi. Hey. Wij zijn echt dood. Wij zijn dood. Ja, wij zijn dood. Nee, wacht, wacht. Ik kan misschien ons leven zeggen. Hup. Oeh. Oh. Ja. Goeie subs in die headphones van mij. Oh, moet je ze op mijn beeld zien. Enemy contact. Nou. Fucking hell man, 11,2 kilometer. Mag je schieten? Ja, nee. Dat mag niet. Oh, is het easy? Hey, deze is een good 350 kilo. Ja, mooi. We moeten 3 kilometer varen. Dus mensen, ik stop heel even deze livestream. Kom over een minuut of 5 terug. Of, als je de video ziet niet. Fuck off, ik wil niet eten.